Welkom bij SVZW TV en vandaag de bekerwedstrijd tegen Ruurlo. En dan ook de eerste wedstrijd van Hielke Pinterman, de aankoop van SVZW die deze winter is gekomen. En ja, Mr. SVZW Michiel van Keulen nog steeds geblesseerd. De wedstrijd begon om 4:30, dus de lampen gingen al aan voordat de wedstrijd werd gespeeld. En SVZW die ging gelijk voortvarend van start met veel druk op VV Ruurlo. En hier met Kevin Aalman. Kevin Aalman slingert als gewoonlijk de bal weer voor de goal, maar kan niemand bereiken. Ook Hielke Pinterman niet. Dan is het opstomend aan de rechterkant. Weer Kevin Aalman. En kan de bal voorbrengen, maar ook deze bal brengt niet zoveel geluk. Maar ze zijn het kleine speldenprikjes, zoals we ze altijd noemen. En hier Bas Woesthuis kan de bal bij Pinterman brengen. En dan is het een heel makkelijk intikkertje voor Maarten Jansen natuurlijk. Maarten Jansen die deze bal er even snel in prikt. Zo staat SVZW al heel snel op een voorsprong tegen Ruurlo. Nog een keer de herhaling. Makkelijk intikkertje voor Maarten Jansen. En de assist van Hielke Pinterman. Dan Rico Wolven die de bal naar voren toe schiet. Dan is het Borghuis en dan is het weer Jansen. En die ziet daar Hielke Pinterman helemaal vrij staan. Schitterende combinaties worden op de mat gelegd door SVZW. En zo staat het al heel snel 2-0. Nog één keer Rico Wolven naar de bal naar Borghuis. Borghuis weer terug naar Maarten Jansen. Maarten Jansen ziet Pinterman helemaal vrij staan. En die kan heel makkelijk intikken. En zo staat SVZW ook heel makkelijk op 2-0. En kan het wat vrijer gaan voetballen. Weer balletje snel naar voren toe. Hier op Pinterman. Pinterman draait er omheen en dan is het Aalman. Kan Aalman die bal voorslingeren? Zeker kan hij dat. Dan is het keeper Dennis Pardijs die bal uit de lucht kan plakken. Weer Aalman. Weer opkomend van de linkerkant. Maar dan kan de bal worden weggewerkt. Dan is het Rob Alting. Rob Alting kan de bal afzetten naar Bas Woesthuis. Bas Woesthuis gaat naar de achterlijn, zet die bal daarvoor. En dat is een hakje. Oh, een prachtig mooi hakje. Helaas gaat hij er niet in. Maarten Jansen probeert even een trucje. Aalman weer met de bal richting Pinterman. Pinterman kan de bal heel nonchalant richting de keeper schieten. Wordt de bal tegengehouden, dan is het Swiers. Swiers over de aantal benen heen. Nee, zegt de scheidsrechter. Die scheidsrechter Poffers die zei van absoluut geen penalty. Maar dan is het weer Swiers. Swiers die de bal kan voorzetten. Hij kan de bal heel makkelijk inbrengen. En dan is het weer een simpel intikkertje. Deze keer de tweede doelpunt van Pinterman. Swiers zet door en Pinterman kan de bal heel makkelijk intikken. Goede voorzet van Swiers. Behield het overzicht en dan is het 3-0 voor SVZW. SVZW bleef gewoon doorgaan. Bleef met de druk houden met Borghuis. Weer op Pinterman. Kan alleen op de keeper af. Maar het is niet elke keer prijs zoals te zien. Dan is het Rob Alting nog een keer. En dan kan de bal door Dennis Pardijs worden weggewerkt. Dan is het niet helemaal lekker rustig voor de keeper van SVZW. Maar hier pakt hij die bal toch even goed. Hier weer Aalman. Aalman weer die bal voor slingend voor de goal. En dat is bijna weer een bal. Maar dan dikje voor Bas Woesthuis. Maar die bal die gaat er dan niet in. Dan is het Michael Wensink. Michael Wensink die kan de bal goed voorzetten. Pinterman kopt dan die bal op. Maar dan ziet de scheidsrechter daar een hensbal. En geeft dan een penalty. Wordt nog wel gestrubbeld. Er was helemaal geen hens. Kwam op de schouder. Maar de scheidsrechter is gedecideerd. En is het Pinterman voor zijn... Ja, zeker Pinterman. Die inderdaad voor zijn hat-trick toegaat. En dat is dan de eerste wedstrijd waar die man meedoet. En dan is het al gelijk een hat-trick voor deze nieuwe aankoop voor SVZW. Hier kunnen we nog wel eens gelukkig van worden. Ruurlo ging dan wat meer uit de schulp en dan kon het ook wat meer gaan aanvallen. En dan is het hier weer een goede redding van Björn Nijsink. Maar Kevin Aalman weer, balletje ervoor en dan is het, weer een goede mogelijkheid. Maar keeper Pardijs die zei van 4 vind ik er op zich nog wel genoeg. Het hoeft niet steeds meer te worden.
dan Ruurlo. Ruurlo kan eens gaan kijken of ze een aansluistreffer kunnen krijgen. En de bal wordt voorgezet. En dan komt hij prachtig mooi voor. En dan is het Björn Nijsing te ver uit de goal. En dan wipt de aanvaller van Ruurlo de bal eroverheen. Koen Meuts tegen. Die zet de bal even over de keeper heen. En dan is het 4-1 vlak voor rust. 4-1 voor SVZ2. Maar dit is een prachtig mooi balletje. Leept er over de keeper heen getild. En zo is dat de Anschluss-treffer of de eretreffer voor Ruurlo. Borghuis kan vrij pielen in het strafschopgebied. En dan is het Maarten Jansen. Oh, tegen de lat. Hoor je die knak tegen die lat dan? Dat is, of tegen de palen was het. Schitterend mogelijkheid. En weer opstomende Kevin Amman. En weer de bal voorlangs. Dit keer weer Bas Woesthuis. Dan zijn we inmiddels beland in de tweede helft. Ook weer SVZ2 stormend naar het doel van Dennis Pardijs. En kan die de bal ook maar net weg tikken en rolt er voorbij. Dan een vrije trap voor deur. Ruurlo kan Björn Nijhuis kan die bal netjes pakken. En zo zie je dat Ruurlo gewoon af en toe eens even wat meer naar de goal van SVZ2 ging. En hier weer ook goede mogelijkheid voor het doelpunt te maken. Koen die de bal dan op het dak van de goal schiet. Dan is het Amman. Amman de bal mooi voorbrengend. En dan is het uitschuifbeen van Hielke Penteman. En die scoort dit keer even zijn vierde doelpunt deze middag. Die man heeft telescopische benen. Fantastisch. 5-1 voor SVZ2. SZ2 blijft doorgaan. Kijken of ze een wat mooier score op het bord konden krijgen. Dit keer was het een prima aanval. En afgerond proberen af te ronden door Kevin Amman. Maar die ging er niet in. Hier weer Kevin Amman. Schot op goal. Kan de bal worden gekeerd. En dan is het bijna Maarten Jansen die de rebound pakt. Maar keeper Pardijs die hengelt die bal eruit. Prachtig. Bas Woesthuis op een balletje op Matthijs Witte. Matthijs haalt dan uit en dan is het net over. Prima mogelijkheid voor SVZ2. Goed dat dit talent ook weer mag meespelen in een wedstrijd van het eerste. Matthijs Witte met een prima bal. En dan is het hier weer een mogelijkheid voor SVZ2. En dan rolt hij er weer in. En is het weer een doelpunt van Penteman. Die goed op de plek staat. Tot alle verdriet van keeper Dennis Pardijs. Die probeert er veel aan te doen. Maar kan niet voorkomen dat de vijfde goal van Hielke Penteman achter zijn doellijn ligt. Nog een keer een prima schot trouwens van Swiers. En dan is het Penteman heel alert. En dan wordt het grabbelen en graaien. Maar de bal zit er dan in. Penteman met de vijfde goal deze middag. 86 minuten. Dan klinkt het eindsignaal en zijn wij van SVZ2 een ronde verder. En wij zien u graag weer terug bij SVZ2 TV. Tot de volgende keer.